De samenleving is gisteravond wederom opgeschrikt door een ernstig misdrijf. De 49-jarige Dennis Groenveld en de 18-jarige Khadija Prika zijn namelijk op het terrein van pompstation Onderon doodgeschoten. Volgens de publiciteitsdienst van de politie kreeg het command center de melding omstreeks 10:10 in de avond binnen en schakelde de nodige politiediensten in. Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat Groenveld en Prika zich op de parkeerplaats van het pompstation bevonden. Groenveld zat in de open laadbak van de wagen, terwijl Prika dicht bij hem stond. Een personenauto moet de parkeerplaats zijn opgereden en toen de auto dicht bij de twee slachtoffers was, is er vanuit het voertuig met een vuurwapen op hen geschoten. Daarna reed de personenauto met hoge snelheid weg. Niet lang na het schietincident is een personenauto op een terrein te Paramaribo Noord aangetroffen. Het voertuig is hoogstwaarschijnlijk in brand gestoken. Het vermoeden bestaat dat het misdrijf met deze auto is gepleegd. De onzielde lichamen van Groenveld en Prika zijn hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen na afstemming met het Openbaar Ministerie.